fietste je vandaag lekker rustig naar je werk. Hier fietsen ze vandaag een mogelijk wereldrecord. Ik ben in Bangladesh. Bangladesh is net zoals Nederland een plat deltaland en dus uitstekend om te fietsen. We gaan vandaag onder andere op bezoek bij een wereldrecord snelfietsen, vlakbij de hoofdstad Dhaka. Waarom zijn we vandaag hier? Amra ekta Guinness World Record korar chesta korchi. Eta hocche 48 ghontar bhitore sobcheite beshi distance koto par howa jabe 4 jon cyclist jodi relay kore cycle chalay. Wat betekent het voor Bangladesh, dit wereldrecord? Bangladesh cycling is populair geworden door een aantal mensen. Amra chesta korchi manush jate bujhte pare je cycling er ekta competitive side ache because amra competitive cycling ke khub passionately bhalobashi. Heel erg gefeliciteerd. Ik heb gehoord dat jullie het wereldrecord hebben gehaald. Thank you so much. Van een wereldrecord snelfietsen gaan we naar een ander soort snelfietsen. Namelijk om zo snel mogelijk bij iemand te kunnen zijn die ziek is of zorg nodig heeft. Door de onverharde wegen is het soms niet begaanbaar voor auto's en dus heeft de fiets hier soms een levensreddende functie. Barlapa, wat zijn je werkzaamheden als zesdaagse? Ami hocche protidin 25 ta bari visit kori, garbhavoti mohilader check-up kori, BP check kori, diabetes porikha kori, navajatok bachchader hocche muak mapi, oyesta mapi di. En hoe lang doe je dit werk al? 2018 jaar geleden is het. En waarom is de fiets zo belangrijk? Eén nummer waarde, onenig duur jij toch een hartigele to onenig schommelje doorkar. Ooit daarom is hij gelijk daar. Hoeft je, jullie thakje, amar thale taatari jij te barbo, taatari hoeft je schommel met als heba dit te barbo. Hij gelijk daar dan hoeft je amar baan. Hij gelijk daar thakle, taatari jawa jij, asha jij, je doen nou jij hij gelijk daar. Als je de volgende keer weer op je fiets stapt, denk je dan even aan Bangladesh. Ciao, ciao. Doei, doei. Doei.